Hoi, en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En we zijn natuurlijk helemaal in het thema kerst. En allereerst, voordat we gaan beginnen, wil ik even tegen jullie zeggen dankjewel voor het vele kijken. Het vele reageren, het vele bestellen. Want wauw, de views schieten omhoog, de abonnees schieten omhoog. De bestellingen schieten omhoog. Dat merken jullie ook, want de pakketten zijn snel uitverkocht. Maar ik probeer natuurlijk voor iedereen het goed te doen. En daarom gaan we vandaag een 2.0 versie van een lantaarn opnemen. Hij ging razendsnel, hij is enorm veel besteld. Heel erg leuk, maar vandaag gaan we ook zoiets maken. Zodat als je met misgegeven, kan je eventueel een soortgelijk pakket bestellen. Dus ik zou zeggen, heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis, dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwlijbloemist.nl. Wees snel bij, want op is op. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Mocht je al van tevoren willen weten wanneer wat online komt, kan je me het beste even volgen op Facebook of Instagram. Of allebei natuurlijk, dan mis je natuurlijk helemaal niks. Daar deel ik vaak al veel als ik iets heb opgenomen of ja, of ik al iets leuks binnen heb. Dus dan weet je een beetje wat je kan verwachten. Vandaag gaan we aan de slag met deze prachtige lantaarn. Er zit zelfs een kaas bij in, die heb ik er nu even uitgehaald. Maar die zit er wel bij in, dus na de kerst kan je hem ook weer leuk gebruiken als lantaarn met een hele mooie zwarte kaas. Ik zal hem even aan jullie laten zien. Kijk, er zit zelfs een soort van stompkaas bij in. Wat ook echt prachtig is om erin te zetten en dan te branden. Maar wij gaan er dus een mooi bloemstuk van maken. Dus ik zou zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Jullie vroegen massaal om eenzelfde soort bloemstuk. Dat gaan we ook maken, maar natuurlijk wel net even anders. Ik heb ook echt hele mooie... het zijn porseleinen... kerstballen, hè? Ik zou er haast niet op komen. En er zit een lampje in. Ja, is nu een beetje moeilijk te zien met het vele licht. Maar straks zal ik het laten zien als de lampen uit zijn. Hier bovenop doen we een 12 centimeter oasisboom. De onderkant bedek ik even met mos. En daar doe ik even wat krammen in. Dan is de onderkant mooi bedekt. Onderin doen we gewoon weer een mooi lampje. Net als de vorige keer. Geeft mooi veel sfeer. En dan gaan we verder opmaken. Kijk, de onderkant is bedekt met mos. Dan kan die hier mooi op. En dan hebben we een hele mooie basis. Onderin doe ik dus een licht snoertje met lampjes. Je kan er ook nog eventueel mooie kleine kerstballetjes bij tussen doen. Dat is ook leuk. Je kan natuurlijk gewoon erheen kijken. Dus dat geeft altijd een heel leuk effect. Ik doe op dit moment gewoon alleen een licht snoertje. Maar je kan dus eigenlijk allerlei decoratie of sterretjes. Snap sneeuw is ook heel erg leuk. Kan je eventueel ook in doen. Kijk, en dat geeft gelijk weer het leuke effect. En nou kan je ook zien wat die leuke ballen doen. Die gaan we straks nog verwerken. Dan gaan we weer dezelfde mooie sierlijke vormen maken met kerstgroen. Dat doen we dus weer als volgt. Je hebt het in een vorige video ook gezien. Je legt het ijzerdraad in. Daar leg je het kerstgroen op en daar wikkel je omheen. En daardoor kan je je vorm buigen. Leuke techniek, wat je op veel manieren terug kan gebruiken. En dit mag je met veel verschillend kerstgroen doen. Je wikkelt het dus gewoon omheen met het rolletje wikkeldraad. En je kan het ook zoveel doen als je zelf wil. Je ziet natuurlijk wel aan een maximaal aantal wat je in de bol kan verwerken. Maar doe vooral wat je leuk vindt. Dan is het tijd om jouw vormen erin te steken. Je kan ze eigenlijk gewoon buigen zoals je zelf wil.
wat meer naar beneden, wat meer omhoog, wat langere, wat korter, wat je zelf leuk vindt. Dus daarin kan je mooi spelen. En je zult zien dat de bol even iets lekt. Is geen probleem, er zit gewoon een glas in. Dus die kan je zo gewoon weer eraf halen, even schoonmaken en hem indoen. Maar het komt puur door het steken. Maar dan is zo eigenlijk zo'n glas alleen maar handig. Ik verdeel de kringen eigenlijk er een beetje rondomheen. Want dat geeft een mooi sierlijk effect. Kijk. En je kan dit eigenlijk doen zoveel als je zelf wil. En de rest vul ik kort op met gewoon kerstgroen. Ik maak het eventjes steeltje schoon. Dus je knipt het kerstgroen wat korter. Haalt onderaan het kerstgroen eraf. En dan heb je een mooi schoon steeltje. Snij ik het toch nog even aan en dan kan je hem er gewoon insteken. En dat doe ik over de hele bol. Dan is het tijd om bloemen toe te voegen. Ik heb weer mooie zuiderwindlelies en wat rozen. Ik vind bloemen altijd heel mooi in een kerststuk. Het is natuurlijk weer belangrijk om het even goed schuin aan te snijden. Het voordeel is dat als je zo'n bloemstuk al zo'n mooie basis hebt, dat je dan heel makkelijk eigenlijk ook weer de bloemen kunt verversen. En zelfs als je het eruit haalt, blijft het gewoon heel erg mooi. De rozen doe ik mooi boven in het midden. Dan heb ik weer wat zuiderwindlelies en dat doe ik op dezelfde manier als de vorige keer. Ik steek ze erin en laat ze meebuigen in het stuk. En dan bevestig ik het eind aan een van de cirkels die ik heb gemaakt. En dat doe ik met hetzelfde ijzerdraadje als waar ik ook gewikkeld mee heb gewikkeld. Doe dit wel voorzichtig, want het kan natuurlijk niet maximaal buigen. Maar ze zijn wel flexibel, dus dat scheelt. Doe ik dat ook nog even met wat katjes. Dan heb ik in het zilver nog een soort van vruchten. Die doe ik ook weer tussen keien zo insteken of even een krammetje gebruiken. Wat je zelf wil. En ik gebruik ook nog een glitter hyacint. Prachtig. En aan de andere kant doe ik dat met een appeltje. Ik steek gewoon even een stokje erin en dan kan je hem erin prikken. Even diezelfde lampjes toevoegen in het stuk die we ook in die andere hadden. Het is gelijk heel sfeervol. En die laat je er gewoon los omheen hangen. Het kastje doe je er gewoon een beetje tussen, zodat je die niet ziet. En de rest gaat er los sierlijk omheen. Heel sfeervol. Heb je nu nog wat steekschuim zichtbaar, kan je dat gewoon even opvullen met wat kerstgroen wat je over hebt. Prachtig. En vervolgens hangen we natuurlijk de ballen er nog even in. Dat kan je weer gewoon doen aan een van die slingers die je hebt gemaakt. Deze zijn wel iets zwaarder, dus zorg dat het een stevige is en dat hij er goed ingestoken
is aan de onderkant, zodat hij echt stevigheid heeft. Want er zit een lampje in en het is porselein, dus prachtig. Dat doen we ook aan de andere kant. En hoe mooi is dit dan? Vooral als je de lampen uit hebt, dan is het helemaal prachtig. Ik heb de lampen even voor jullie uitgedaan, want het is wel heel sfeervol. Vooral met die prachtige mooie ballen die erbij in zitten. De lampjes op verschillende plekken. De verse snijbloemen. Maar ook de manier van opmaken. Hè. Wil je dit pakket van vandaag nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Wees snel bij, want op is op. En de pakketten gaan op het moment erg snel. Dus dat wil ik toch even gezegd hebben. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal als je het nog niet hebt gedaan. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je niks missen, kan je me ook volgen op Facebook of Instagram. Goed, wil ik jullie weer bedanken voor het kijken en zie jullie bij de volgende keer weer. Doei!